Hallo leuke goochelvrienden en goochelvriendinnen. Jullie zien het, ik draag nog steeds mijn mondmasker. Dat wil zeggen dat we nog niet van de coronapandemie verlost zijn. De coronapandemie zorgt ervoor dat we niet meer op café kunnen gaan. We kunnen niet op restaurant gaan. We kunnen ook niet naar de bioscoop gaan. De laatste kunnen we oplossen door de bioscoop een beetje naar ons thuis te halen. En we kunnen thuis films kijken. Ik heb hier voor vandaag een selectie meegebracht van 5 van mijn lievelingsfilms. De eerste film is The Mask. De tweede film is Venom. De derde film is The Joker. De vierde film is Hannibal Lecter uit The Silence of the Lambs. En de vijfde film is V for Vendetta. Nu gaan we uit deze 5 films 1 film selecteren. We mixen de kaarten een beetje door elkaar. Voilà, nog 1 keertje, zodat we zeker zijn dat alles lekker door elkaar zit. En nu gaan we 1 film selecteren. En dat doen we door een heel eenvoudig spelletje te spelen. Namelijk, ze houdt van mij of ze houdt niet van mij. Ze houdt van mij of ze houdt niet van mij. Ze houdt van mij. Ze houdt niet van mij. Ze houdt van mij of ze houdt niet van mij. 4 films hebben we geselecteerd om uit te schakelen en 1 film hebben we overgehouden. De film die we over hebben gehouden is The Joker. En raad het of niet, ik had dit al kunnen voorspellen, want ik ben de Joker. Lieve vrienden, ik dank jullie voor het kijken naar dit filmpje. En ik zie jullie graag terug bij een volgende goocheltruc. En hopelijk na de coronapandemie. Dank u wel, lieve vrienden.